Welke projecten er komen is nog niet duidelijk. Dit zijn dan ook beelden van GLOW 2015. Maar de route voor 2016 werd vandaag al wel bekendgemaakt. En daar zitten een paar opvallende dingen in. Zo zijn het eigenlijk twee routes. Samen goed voor ruim 7 kilometer. Je hebt de gewone GLOW route door het centrum van Eindhoven... met, zoals eigenlijk altijd wel, onder andere de Catharinakerk... maar ook de Effenaar... En die route loopt heel geleidelijk over in de GLOW Next route met innovatieve lichtprojecten. En die is dit keer niet op strijp S, maar op het terrein van de TU. Het thema van GLOW 2016 is ook bekendgemaakt. Dat is City and Science.